We gaan kijken naar memes. En meer heb ik eigenlijk niet te vertellen, dus laten we gewoon beginnen met de intro. Maar voordat ik jullie de eerste ga laten zien, wil ik eerst even een shout-out doen naar iedereen die Supporter Creator Code te veel gevraagd heeft, ingevuld in de Fortnite Item Shop. En als je nou wat koopt met onze Supporter Creator Code, hashtag ad, stuur dan eventjes een bewijsje op naar onze Instagram, @teveelgevraagd. En wie weet, kom jij in een van onze video's. Ja, laten we dan ook gewoon maar meteen beginnen met de allereerste. En dat is deze. Chapter 3 is out. Devolted the Scar. De nieuwe MK7 is even better. Nou, hier ben ik het niet helemaal mee eens. Maar ik wil het toch even aan jullie laten zien. Want ik vroeg me af, welke gun vind jij het fijnst in dit seizoen? Laat het even weten in de reacties. Ik ben oprecht wel benieuwd. Maar in ieder geval, Chapter 3 is out. En mensen zijn er op zich best wel blij mee dat de Scar weg is of zo. Ja, ik mis hem ook niet per se. Maar de MK7. Even vind ik niet zo fijn. Die Ranger Assault Rifle vind ik daarentegen wel heel erg fijn. Maar dat vinden anderen weer niet heel fijn. Het is een beetje wat je zelf wil. Maar ik weet dat de MK7 heel erg hard genervd is. Een paar dagen geleden of een week geleden ongeveer. Dus hij is niet zo sterk meer als aan het begin van het seizoen. Maar sommigen van jullie vinden hem nog steeds heel erg fijn om te gebruiken. Dus ik ben wel benieuwd. Laat het weten in de reacties. De tweede meme is deze. Daar staat bij Imagine Order in Lore. Er staat eronder We have complete the domain over the entire omniverse. And have been active thousands of years with access to infinite knowledge. Nou, het komt er gewoon op neer dat ze heel sterk zijn en heel veel weten en al die dingen. En er staat daarnaast Imagined Order in game. No, don't build up and harpoon shoot me. Ja, er zijn dus mensen die dat doen. Die bouwen omhoog, schieten op een met een harpoen kunnen laten ze doodvallen. Ja, dus, in games zijn ze niet zo sterk, hè? Daar lijkt het in ieder geval op. Laten we doorgaan naar de volgende meme. En dat is deze. Just over a week into the season. Can now confirm that Epic have nailed it. Zijn jullie het meer hiermee eens? Ik ben dit hier wel redelijk mee eens. Dat we dus echt een vette chapter hebben gekregen. Met een vette map, vette wapens. Leuke storyline. Ik ben hier wel heel blij mee. Ik speel Fortnite weer meer. Ik heb ook meer zin om Fortnite te spelen. Sinds dat we chapter 3 hebben gekregen. Dus ik ben het helemaal eens met deze meme. Ondanks dat het niet echt een meme is. Laten we door naar de volgende. Dat is deze. Ook geen meme. Het is een concept. Maar ik wilde echt aan jullie laten zien. Omdat het concept gewoon zo goed was. Het is letterlijk een building waaronder je door kan sliden. Waarom zouden ze dit niet maken? Dit is perfect voor de huidige meta. Ik zou dit gewoon sowieso gebruiken. Omdat je hier best wel vette trickshots ook mee kan doen. Je kan letterlijk een ramp bouwen. En dan onderdoor sliden. Ik zou het heel vet vinden als Epic Games dit toe zou voegen aan Fortnite. Laten we door naar de volgende meme. Dat is deze. Chapter 2, seizoen 8. Zie je daar de Cube Queen. En zegt, I'm gonna invade and destroy all of you. En dan zie je chapter 3, seizoen 1. I'm gonna invade your shack and leave so many presents. Ja, we zijn dus gekomen in chapter 2, seizoen 8. Van iemand die alles kapot wilde maken. En in dit seizoen hebben we iemand die iedereen cadeautjes wil geven. Dus ik ben best wel blij met deze verandering. Ik bedoel, ik heb liever dat ik cadeautjes krijg dan dat de boel kapot gaat. Laten we doorgaan naar de volgende. Dat is deze. New Christmas challenges to unlock free rewards. En dan zie je daar rechts. The challenges are in creative maps. Ja, dat is best wel zuur als je opeens creative moet gaan spelen. Als je dat liever niet doet. Alhoewel je nu wel XP krijgt in creative. Of meer XP dan voorheen. Dus ik zou het gewoon doen. Want ja, voor XP en voor natuurlijk de challenges is het altijd heel erg fijn. Laten we door naar de volgende. En dat is deze. Everyone but Gumbo getting extra styles. En dan zie je Gumbo cries in Gumballs. Ja, dit is heel zuur. Dat bijna alle Battle Pass skins, of eigenlijk alle Battle Pass skins, behalve Gumball, die krijgen een aparte, of een nieuwe variant. Ik heb nog wel een klein beetje hoop dat hij misschien nog wel een nieuwe variant gaat krijgen. Maar het ziet er ook wel weer een beetje zuur uit voor Gumball. Ja, helaas. Laten we doorgaan naar de volgende. Dat is deze. Me buying all the low battle star items. So I can get V-Bucks on the next pages. Ja, zijn mensen die dit doen. Die dus gewoon de goedkoopste dingen pakken. Zodat ze zo snel mogelijk de V-Bucks kunnen unlocken in de battle pass. Ja, ik heb hem natuurlijk in één keer gekocht. Dus ik kan hier niet over meepraten. Maar ik ben benieuwd of jullie dat wel doen. Want ja, ik doe dit niet. Maar ik kan me voorstellen dat sommigen van jullie gewoon zo snel mogelijk die V-Bucks terug willen hebben. Zodat je bepaalde skins kan kopen. Dan de volgende is deze. So glad I grew up with this. En dan zie je een plaatje van de chapter 2 map. En daaronder zie je, but damn, this is better. Ja, deze persoon vindt dus dat de chapter 3 map zoveel beter is dan chapter 2. Ik ben het daarmee eens. Ik vind de chapter 3 map oprecht mooier, beter gedesigned. Dus meer over nagedacht dan de chapter 2 map. Als ik moet kiezen tussen de chapter 1, 2 of 3 map, zou ik alsnog voor chapter 1 gaan. Maar toch vind ik deze chapter 3 map echt goed gedesigned. Met leuke POI's. Echt
gewoon leuke plekken om naartoe te gaan. Dan alweer de laatste. Ja, we zijn er lekker snel doorheen gegaan in deze video. Dus als je dit top vindt, op dan even die like. En abonneer op de veel gevraagd. Maar in ieder geval, dit is de map. Hoe die eruit komt te zien als er weer een vloedgolf komt. Want we hebben natuurlijk in chapter 2 een vloedgolf gehad. En als dat nu gebeurt, zou de map er dus zo uitkomen te zien. En ik vind het best wel vet. Ik vind het niet lelijk. Als het moet overspoelen, dan zou ik, zou ik er best vrede mee hebben. En dan heb je best wel een paar mooie POI's. Tilted Towers die onder water is gekomen. Ik zou het sowieso wel... Ja, ik zou dat wel rocken. Ik ben het hier wel mee eens. Het zou me ook niks verbazen als dit gaat komen door een event. Dus misschien dat dit wel een hint is naar een event. Ik weet het niet. Ik denk dat het een concept is. Maar het zou vet zijn als dit nu een eerste leak is waar we niet vanaf weten van een event. Dames en heren, dit waren alle memes die ik voor jullie had in deze video. Ik hoop dat jullie hem tof vonden. En als jullie dat vonden, drop dan die like. Abonneer op de veelgevraagd. Klik op het videootje wat zo meteen in beeld komt. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. En peace out. Doei!